Hallo allemaal, welkom bij SWOT Breaking News, testimonials en aanbevelingen. Ik ben Gilbert Thema, de oprichter van SWOT Training en vandaag wil ik het hebben over Jordan en Gina. Jordan die heeft een 1-op-1 training bij me gehad en zijn moeder meldt op Facebook dat hij 2 niveaus omhoog is gegaan met zijn CITO-score. Daar ben ik natuurlijk heel erg trots op, heb ik haar ook gemeld en hem ook op Facebook. En zij geeft de reactie hier op Facebook dat ik daar recht op heb en dat zonder SWOT dat niet gelukt was of dat hij daar niet zo ver was gekomen. Ga zo door wil ik zeggen tegen Jordan en de tweede is Gina. Gina, haar moeder Suzanne meldt dat zij meer zelfvertrouwen heeft gehad en ze wil me bedanken op Facebook of dat heeft ze al gedaan. En ze bedankt ook Ron Stam. Ik weet niet wie dat is, maar Ron, super, hartstikke bedankt ook. En ik ben natuurlijk ook trots op Gina. Hier staat ze bij op de catwalk. En daarnaast is het ook nog zo dat ze dat Suzanne op Stop Pesten met Safety for Kids heeft gemeld dat zij ook hartstikke goed gaat op school. Ze heeft dit jaar meerdere tienen gehaald en dat is ook weer gebeurd na de SWOT training. Dat zijn de 2 die ik kan melden waarvan de ouders het publiekelijk hebben gemeld op internet. Verder heb ik de vervolgtraining ook alweer gehad in juni. En daar heb ik ook een heleboel mooie succesverhalen gehoord. Ja, die kan ik alleen niet laten zien. Ik laat alleen zien de verhalen of de resultaten die zijn gehaald en die publiekelijk zijn gemaakt. Zodat ik jullie dat ook kan laten zien. Ik wens jullie nog een fijne dag verder. Ik ben Gilbert Thema, SWOT Breaking News. Tot de volgende keer, tot de volgende maand. Tot ziens.